Ik ben Joke Hebik. En ik ben 64. En op een dag kreeg ik een brief of ik voor een borstonderzoek naar de dokter kon. Ik ging fluitend daar naartoe, want ik dacht, ach, het zal mij niet overkomen. Dat had ik gedacht. Maar het was niet waar. Een week later lag er een brief in mijn bus. Ik moest onmiddellijk terugkomen. Want in mijn borst was toch iets gevonden. Ik had borstkanker. Daarna volgde van alles. Onderzoeken, straling, chemo's. En tijdens dat proces ontdekte men dat ik nog een kanker had. Longkanker. Het helingsproces was zwaar. Maar ik hield vol. En op die weg gebeurde er nog iets. Ik kon niet meer schrijven, ik kon niets meer. Het alarm ging. Er was nog iets met mij aan de hand. Ik had een hersentumor. Het zou mij niet overkomen, dacht ik in het begin. Maar ondertussen had 3 kankers mij achterhaald. Ik bleef volhouden. 3 jaar heb ik in het ziekenhuis gebivakkeerd. Het helingsproces ging langzaam. Maar op een goede dag las ik een krant. En in die krant stond een verhaal over een andere kijk op kanker. Spiriton stond erbij. Ik ging aan de slag, want een andere kijk op kanker paste bij mijn karakter. Ik belde en onmiddellijk werd de contact teruggezocht. Ik ging het proces in met Spiriton, het proces op zoek naar de kern. Het was een lang proces, maar wel een die mij weer opnieuw deed leven. Een soort wedergeboorte. Terug naar mijn kern. Alles wat in mijn leven een negatief gevoel had bewerkstelligd. Angsten. Mensen die niet luisterden. Slechte ervaringen. Alles moest ik doormaken. Ik nam hobbels. Hele hoge bergen over. Uiteindelijk kwam ik terug, helemaal diep bij mezelf, in de kern. Daar was het rustig. Daar was het kleurrijk. Daar was het krachtig. Daar was het liefdevol. Daar was ik, Joke. Op de weg ernaartoe ben ik langzaam helemaal vrij geworden van alle kankers. 3 heb ik er overleefd. En hier zit ik. Levend. In het nu. En dat wil ik zo houden.
64 ben ik, maar ik word zeker 93. Let op. Kijk, en dit is mijn kern. Transparant, kleurrijk, krachtig, vol van levenslust. Komend weekend ga ik motorrijden. Dat had ik niet kunnen denken 3 jaar geleden. Maar ik doe het wel. En dat kunnen jullie ook, als je dit overkomt. Geloof in jezelf, blijf bij jezelf. Ga terug naar je kern.